In onze serie over het stadion van HFC Haarlem vandaag het uitvak. Prikkeldraad. Niet echt het mooiste plekje van het stadion. Ook deze keer weer bekeken door de ogen van verslaggever Edward Dekker. Als kleine jongen en later als journalist heeft Edward behoorlijk wat uurtjes doorgebracht in het stadion aan de Jan Gijzenkade. De enige tribune waar ik nooit op heb gestaan. Uittribune. Ja, niet zo heel groot. Niet de beste plek van het stadion. Vlak naast de Noordzijde, hè, dus dat is een beetje de fanatieke aanhang van HFC Haarlem. Nou, je ziet het aan het prikkeldraad en de hekken. Ja, ook dat was in die tijd nodig om de supportersgroep een beetje uit elkaar te houden. Het was natuurlijk niet de beste tijd van het Nederlandse voetbal. En ook de Meer was bijna een soort van gevangenis met al die hekken. En dat was hier niet anders. Ik vind de rivaliteit mooi hoor, in een voetbalstadion. Ik vind het is zonde als er geen uitsupporters bij een wedstrijd zijn. Maar als het niet gaat of als de sfeer daardoor heel grimmig wordt of dat mensen zich echt onveilig voelen, dan zou ik zeggen, laat ze dan lekker thuis. Want je wil gewoon lekker met je zoontje of je dochtertje of met je vrouw lekker naar voetballen kunnen kijken, toch? Zonder dat je achterom hoeft te kijken, dat is een beetje treurig. Kwamen we dan de uitsupporters door naar binnen. En hier stonden ook nog tot echt een paar weken geleden stonden hier nog de letters van HFC Haarlem boven het hek. Die lagen toen op een gegeven moment een beetje treurig in het gras. Toen zei ik tegen een collega, gooi het maar in de achterbak en neem maar mee. Maar het was nogal groot en nogal zwaar. En ze hebben nog letters van de voorkant, die hebben ze nu bij Haarlem-Kennemerland tegen het hek aan geklinkt. Dan gaan we zo naar binnen. Later schoven die uitsupporters op naar de Noordtribune. Dat schoof steeds meer die kant op als het ware.